In verband met de komende feestdagen zal er extra voeding worden geproduceerd en geconsumeerd. Ricky Stuttgaard, voedseltechnoloog, vraagt daarom ook extra aandacht voor de voedselveiligheid, zoals het veilig bereiden en het veilig houden van voedsel rond de feestdagen. Stuttgaard gaat nader in op het aantal voedselvergiftigingen dat voorkomt in Suriname. Hij benadrukt wel dat het momenteel moeilijk is om data te verkrijgen van het Bureau voor Openbare Gezondheid, BOG. Omdat degene die dat moet registreren, dat is het bij wet erkende instantie, dat is het BOG. Maar zoals momenteel BOG functioneert, vooral op dit gebied, ze zijn onderbemand, onderequipped en ze hebben niet eens een directeur. Dus ze functioneren niet zoals ze moeten functioneren, waardoor dus cijfers, dat statistieken die we dringend nodig hebben, ook onvoldoende worden geregistreerd. Dat ze voorkomen, dat is een feit. En we weten bij wijze van spreken toch niet hoeveel honden doodgaan in het verkeer. Maar dat honden in het verkeer doodgaan, dat weten we. En zo moeten we ook voedselvergiftigingen zien. Die honden worden niet geregistreerd en daarom hebben we geen beeld van hoeveel mensen, hoeveel honden doodgaan. En zo ook de gevallen van voedselvergiftiging worden onvoldoende geregistreerd. Waardoor we geen beeld hebben hoeveel mensen er allemaal wel een voedselvergiftiging hebben opgelopen. Ik krijg wel telefoontjes van mensen die klagen van dat hun kind, hun dochter, zoon een voedselvergiftiging heeft opgelopen en wat ze moeten doen. Stuttgaard vertelde verder over de waarschuwing vanuit HNT voor het gebruik van Del Monte-koren in blik. Naast dit product heeft volgens Stuttgaard het BOG van de Verenigde Staten ook aangegeven dat een bepaalde type slabblad de E. coli-bacterie bevat. CDC in Amerika heeft kenbaar gemaakt. Die CDC van Amerika moeten we net zo zien als een BOG. En zij hebben dus kenbaar gemaakt dat er mais is die vooral afkomstig is van Florida en van Californië, die E. coli moet bevatten. E. coli is een poepbacterie. En hoe komt het op zo'n slaat? Komt doordat er dierlijke mest, koeienmest, verstrekt wordt aan die bindweefsels, aan die bindsla, want het heet eigenlijk bindsla. En dat, omdat we sla rauw eten, hebben we een probleem. Wanneer sla werd gegeten zoals we kousenband verhitten, zoals we amsoi verhitten, dan zou er niks aan de hand zijn. Omdat die E. coli temperatuurgevoelig is. Maar sla wordt rauw gegeten, half rauw gegeten, waardoor die bacterie het overleeft met alle gevolgen van dien. Er is een volksgezondheid heeft kenbaar gemaakt niet eten en overal weggooien. En overal waar je sla in contact is geweest in je koelkast moet je desinfecteren. Ricky Stuttgaard, voedseltechnoloog. Hij vraagt extra aandacht voor de voedselveiligheid, het veilig bereiden en het veilig houden van voedsel rond de komende feestdagen.